Het is zondag, eerste Pinksterdag. En dat betekent dat er trekkertrek wordt gedaan in de Oosterwijk bij Zelhem. En dat is nu ook weer vol aan de gang. Trekkers razen af en aan. Volgens mij loopt het weer lekker. Mooi weer erbij. Gisteren nog wel even een buitje. Maar volgens mij is het allemaal prima voor elkaar gekomen. Ja, dat is zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat we gisteren wel even een klein beetje in de piepzak zaten. We waren met de baan aan het afschuiven en toen kwam er even zo'n hoorsbui. En we zaten eigenlijk al weken op regen te wachten, maar op dat moment juist even niet. Maar het is allemaal goed gekomen. We hebben gisteravond de laagte nog af kunnen halen. Ja. En vanmorgen was het toch weer redelijk droog en de baan is op het moment hartstikke goed. Ja. Regen is absoluut funest, hè? Je zou zeggen, geef misschien een extra spektakel, maar dat is funest voor trekkertrek. Ja, je moet eigenlijk bij trekkertrek moet je geen regen hebben. We hebben in het verleden één keer gehad dat we s'avonds van tevoren nog heel veel regen zouden krijgen. Toen hebben we hem afgedekt met landbouwplastic. En dat is een optie. Maar ja, de andere morgen dan niet weer droog is, dan zit je natuurlijk nog met de problemen. Ja. Dus dat kost ook weer extra geld. Dus ja, en je maakt veel meer kapot. Dus dat gaat altijd financieel is dat ook nooit aantrekkelijk. Verschillende trekkers zie ik vandaag weer. Ik zie trekkertjes zoals mijn opa vroeger reed. En ik zie grote monsters van tegenwoordig. Complete machines op wielen, zeg maar. Ik neem aan dat die niet de strijd met elkaar aangaan. Nee, dat is dus echt niet zo. Vanmorgen hebben we dus de boeren standaardklassen, zoals we dat dan noemen, gehad. Dat zijn toch allemaal wat tractors die normaal op het boerenbedrijf lopen en ook bij loonwerkers. En die gaan allemaal over de weegbrug, dus ze worden allemaal gewogen. En naar het gewicht van de tractor worden dus de klassen ingedeeld. En nu komen dus de zwaardere landbouwtractoren in de sportklassen. Dat zijn dus speciale tractors die geprepareerd zijn voor speciaal voor tractorpooling of trekkertrek. Ja. Dat gewicht, dat zegt iets over het vermogen van zo'n tractor? Nou, dat gaat er meestal samen. Het gewicht van de tractor zwaarder is meestal het vermogen ook meer. Dus er zijn ook mensen die dan op een gegeven moment net nog wat gewicht over hebben en die de tractor extra gaan verzwaren. Dubbele wielen eraan zetten of water in de banden of frontgewichten erop hangen. Dat is een spelletje van ze gaan eerst een keer proefwegen en dan al of niet gaat er nog weer wat af op. Ze willen maximaal gewicht hebben. Ja. En dat is eigenlijk de bedoeling, maximaal gewicht wat je in die klasse mag hebben. Ja. En proberen om zoveel mogelijk dat gewicht voor in te houden, dat je niet gaat stijgen en dat soort zaken. Ja, dat klopt. De tractoren zijn dus ook speciaal beveiligd voor het achteroverslaan. Dat is ook een van de vereisten die aan de tractor moet. Over het algemeen, de gewone standaard tractoren hoeft niet veel aan te gebeuren. Maar daar is een vereiste dat ze voor de veiligheid wordt wel echt heel scherp opgelet. Ja, ja. Ja. Hoe gaat zo'n trekkertrek in zijn werk? Er komt een sleepwagen achter, speciaal voor dit soort dingen gemaakt. En dan? Nou, die sleepwagen is speciaal geconstrueerd voor dit soort evenementen. En de tractor die komt er dus voor en die moet dan proberen die sleepwagen zo ver mogelijk te trekken. En die sleepwagen die wordt dus ook al of niet zwaarder gemaakt met gewichten. Daar staat dus ook een kraan bij die af en toe dan weer wat gewichten erbij opzet. En zodoende krijgen we dus een klassement. Twee trekbeurten krijgen ze allemaal, wordt bij elkaar opgeteld. En dan daaruit de aanleiding wordt het klassement gemaakt. Ja, spannende wedstrijden volgens mij voor veel mensen die hierbij aanwezig zijn. Zeker. Dus, Het is ieder jaar weer van nieuw spektakel. En er zijn ook mensen die echt voor komen om de rijders de punten bij elkaar op te tellen. Die zitten aan de baan met een programmaboekje. Maar het grootste gros van het publiek dat komt toch eigenlijk voor het spektakel. En als er maar rook komt en een keer niet lukt, dat is natuurlijk ook wel een keer leuk. En het moet nog allemaal geen full pool worden. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Want dan kun je geen klassement maken. Maar over het algemeen, dat is spektakel. We krijgen dadelijk nog een paar trucs. Die zullen denk ik binnenkort ook komen. Dus we hebben voor dit jaar ook voor het eerst een paar trucs aan de start. We hopen daar in de toekomst wat meer mee te kunnen gaan doen. Maar het is op het algemeen lastig om eraan te komen. Ja. Ja. Daaromheen is er vertier en gezelligheid. Ja, daar wordt er zeker. Ze hebben een heel evenement van gemaakt. We doen er dus samen met Café de Tol een paar feestavonden aan vastbinden. Een beetje ook het voorbeeld van het verleden de paardendagen. We hadden natuurlijk hier in de Oosterwijk altijd een paar knetterende feestavonden met de paardendagen. En dat willen we eigenlijk een beetje voortzetten met Café de Tol. We hebben gisteravond dus de eerste feestavond gehad. Dat was een leuke avond. Dat had wat meer mensen nog kunnen zijn. Maar we hopen vanavond nog echt af te sluiten met een grootschalige spetterende feestavond. Ja. Dat is een hele power. Dat is een motto.